Ik denk dat ik vannacht toch maar even naar beneden ga kijken wat er in die speeldoos bij mij allemaal gebeurt. Maar jullie willen nog even buigen, hè? Want jullie staan zo mooi klaar. Doe dat maar even. Mag ik tussen jullie inkomen staan, dames? Hartstikke fijn. Ik zie echt allemaal prachtig gesminkte en verklede kinderen om mij heen staan. Volgens mij waren jullie allemaal een ander stukje speelgoed, klopt dat? En kun je me vertellen, van hoe leef je je nou in zo'n rol? Want wie was jij bijvoorbeeld? Ik was een Barbiepop. En hoe heb je dan geoefend om er als een Barbiepop te bewegen? Daarna eigenlijk zelf de Barbie zelf te zien bewegen. En heb ik hun nagedaan. Nou, wat knap zeg. Hartstikke goed. En ik zag volgens mij ook nog ergens een pop staan. Klopt dat? Ja, inderdaad. Ze heeft zelfs de speen meegenomen. Maartje, hebben deze kinderen jouw fantasie ook een beetje geprikkeld? Nou, zeker. Ik had net bedacht dat ik maar niet vannacht beneden in mijn speelgoeddoos ga kijken. Want ik geloof niet dat ik het wil weten wat er allemaal gebeurt. Ik vind dat jullie heel goed hebben gedanst als het speelgoed wat jullie uitbeelden. Maar ik vind ook dat jullie heel goed in je hoofd hebben ingeleefd. En het was voor ons heel duidelijk te zien, tenminste voor mij. En ik denk dat ik voor iedereen spreek, wat voor speelgoed jullie waren. En ook jullie gezichtsuitdrukking past daar helemaal bij. En dat is heel moeilijk als je intussen ook nog moet bedenken hoe je dansje ook alweer gaat. Dus hartstikke goed gedaan. Ondertussen zie ik dat we nog iemand extra bij ons panel hebben. Dus misschien mag het licht nog één keer. Want Selina, jij bent klaar met optreden, hè? Ja. Kun je een beetje bij de microfoon komen? Dan kan iedereen jou in de zaal ook verstaan. En jij weet natuurlijk hartstikke goed hoe spannend het is om op zo'n podium te staan. Ja, het is heel erg spannend. Want je weet niet hoeveel mensen er in totaal allemaal zijn. En er zitten er hartstikke veel in de zaal, hè? Ja. Hey, maar wat vond jij van het optreden wat je gezien hebt? Ik vond het optreden heel leuk, want vooral het sminken, want je ziet echt, één is een Barbiepop, de ander is een popje met een speentje in de mond. En de stoere jongens, ja, die er ook nog bij waren, toch? Ja, met de zwaard en zo en de pistool. Dus eigenlijk in de samenwerking, hoe ze samen met elkaar optreden, dan theater hebben gedaan, dat is heel mooi. Nou, Selina, wat heb jij dat prachtig gezegd. Dank je wel. Wij gaan snel verder met het volgende optreden. Hartstikke bedankt. Jullie mogen die kant op gaan. Kijk maar, er staat iemand voor jullie klaar.